ik heb gehoord dat jij soepheks bent. Wat is dat? Ik ben Ellie Slechtenhorst, gepassioneerd pensionada. Sta open voor van alles en nog wat. En heb een heel rijk leven. Hi, welkom Ellie. Dankjewel. Fijn dat je hier bent in Museum Jan Kuhne. Jij bent Merel. Ja, dat klopt. Ik ben Merel. Ik maak de tentoonstellingen hier. Geweldig. Helemaal geweldig. Ja. Leuk. Was je hier al wel eens eerder geweest? Nog nooit. Dus ik ben, ja, nee, ja, dit is zo leuk. Oh, dit is echt helemaal gaaf. Nou, ik ga je straks gewoon nog veel meer laten zien. Top. Heb je een idee wat je hier vandaag komt doen? Nee? Help? Een wc maken? Nee, je hebt geen idee. Je zegt het eigenlijk al. Ja, je zit in de goede hoek. Alleen wat dat dan is, kunst op de wc Absoluut. Maken, dat klinkt misschien ook een klinkt beetje gek. Een beetje raar. Ja. Ja. Maar ik ga het je gewoon uitleggen en laten we het vooral gaan doen. We gaan het helemaal meemaken vandaag. Nou, ja. Kom maar. Leuk, dank je. Zo. Helemaal geweldig. Oké, okay, nou. Ja, hier mogen we gaan zitten. Dus neem plaats. En ik zal je zo meteen even uitleggen wat we hier gaan maken vandaag. Ja. Wat ken je, Merel? Daar zitten we dan. Ja, wat we gaan doen, ligt hier eigenlijk voor je. Ik heb hier een kleine blisterverpakking, zoals dat heet. En we gaan eigenlijk iets daarin maken. Alsof dit een heel klein expositieruimtetje is. Oké. En het heet Kunst op de wc, omdat het gekoppeld is aan onze wc-expositie okay. van Koos Buster. Ja. En Koos maakt allemaal ja, hele alledaagse voorwerpen, maakt hij na in keramiek, zoals bijvoorbeeld een sigarettenpeukje. Okay. Die dan allemaal heel verschillend zijn blijkt. Uiteraard. Daar kijk je normaal ja, niet zo goed naar. Dat krijg je normaal niet, nee. Dus het gaat er eigenlijk om dat we de alledaagse dingen, waar we soms vergeten goed naar te kijken, wat meer aandacht geven. Dus iets okay. waarvan je denkt, oh, dat heb ik in de keuken of op de badkamer, zou heel geschikt kunnen zijn. En intussen gaan we lekker met elkaar kletsen, want ik ben heel benieuwd wie jij eigenlijk bent. Oké, okay. Ik vind hem helemaal spannend worden. Ja? Ja, ja, toch wel. Dus ja, als je okay. een ideetje hebt, dan leef je uit met Play-Doh met of met papier. Oh, dat is verf. Nee, nee het is geen verf. Het is klei. Ja, je kent okay. het wel, denk ik. Die, okay. Het ruikt ook heel... heel kenmerkend altijd. Ja, lekker. Hey, maar Ellie, ik ben wel heel benieuwd om intussen wat meer over jou te weten te komen. Want wij kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet. Helemaal niet, nee. Wat doe jij zo al in het dagelijks leven? Wat niet? Kijk. Wat doe ik? Ja, jeetje. De ondersteuning van Minima hier in Os. We hebben ik heb samen met mijn partner in crime, Maureen, hebben we een groep, Bon Appetit. En Maureen die doet dit al een jaar of 7. En nou, die Facebookpagina die heeft een vlucht genomen. We zijn op een bepaald moment zijn we spullen gaan inzamelen bij een winkelcentrum. Zijn we gaan staan met een lijstje van wat wilden wij. En wat heb jij tijdens de brunch op jouw kersttafel staan? Nou, dat zijn best wel uitgebreide dingen. Na een dag daar gestaan te hebben, de ene groep op die hoek en de andere groep op die hoek, we deden het met een aantal mensen. Er waren de twee die brachten de spullen direct, linea recta naar mijn huis. Jij wil niet weten, Merel, wat er in mijn woonkamer stond toen ik thuis kwam. Ik heb staan huilen. Echt, ja? Ik heb zo verschrikkelijk staan huilen. De goedgevigheid van mensen. Ik bedoel, ik was nieuw in dit dingetje. Ja. Fijn, ik heb de spullen hebben we opgeruimd en we zijn daar... Maar ja, dan moet je door, dan moet je verder. En toen zijn we op het idee gekomen van, oké, er is al wel een groep, maar wat als wij dus ook een groep gaan doen om mensen te helpen, dan wordt er aan die kant wordt er een groep mensen geholpen en bij ons wordt er een groep mensen geholpen. En samen doe je een kleine 100 gezinnen per week. Ja. Nou, dat hebben we nu. En daar zijn we heel erg druk mee.
En ik ben nog steeds af en toe heel erg flabbergasted wat er over me heen komt en wat er gebeurt. Ja. En daarnaast, ja, dan is het fijne dat er corona is. Dat ik geen evenementen heb. Ik heb geen trouwerijen. Ik heb geen... Dus ik kan me helemaal storten op deze groep. Ja, je hebt echt even alle aandacht voor. Die heeft alle aandacht op dit moment. En dat is fantastisch. Wat doe je daar zoal voor deze groep Minima? We gaan sponsors langs. Want ja, je moet je spullen krijgen. Ja. Sponsors die worden steeds lastiger. Ja? Ja. Hey, mensen hebben ook te maken, bedrijven hebben ook te maken met coronatijd. En het wordt echt wel heel erg lastig om spullen bij elkaar te krijgen. En dat vind ik, dat is naar. Ja. Je moet dus echt bedelen. En dat is best, ik ben daar niet zo goed in. Maar goed, Maureen wel. Ja, oké, dus ja. Daar heb je Maureen voor. Ja. En nou ja, en dan gaan wij op woensdagochtend. Wij hebben op woensdag hebben we onze uitgifte, woensdagmiddag. En dan gaan we woensdagmorgens gaan we brood halen. We hebben een aantal vaste plekken waar we brood mogen halen. En we krijgen van allerlei kanten krijgen we spul. Wat voor verhalen hoor jij zoal? Kan je eens een voorbeeld noemen? Verhalen van mensen die door scheiding alles kwijtraken. Door dat het huis gedwongen verkocht moet worden. Dat er een gigantische schuld overblijft. De weg nog niet echt heel erg duidelijk voor zich hebben van hoe nu. Ja. He, want één ding is wel heel erg duidelijk, dat het kan iedereen overkomen. Gewoon, dat is. Ja. En de kindjes die geen ontbijtjes hebben als ze 's morgens naar school te gaan. En zulke trieste dingen. Nou. Heel triest. Ja. 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 Ben je een portret aan het maken in de tussentijd? ik ben dat niet aan het doen. Dat is toch ook helemaal leuk. Ja, ja. Leuk. Voorzie je daarmee ook in iets wat jij zelf gemist hebt toen je in die situatie zat? Eigenlijk wel. En daarom weet ik ook dat het stukje schaamte, dat is heel groot. Hey, voordat je die stap gaat maken naar dat gemeentehuis. Dat gemeentehuis, dat is heel erg, dat staat op een podium. En voordat je over die drempel heen bent, dan ben je heel wat stappen verder. En dat is heel triest. En voordat je geholpen wordt, ik ken mensen die dus al 7 jaar zitten te wachten dat ze het traject van schuldhulpverlening in kunnen. Jee. En dat is heel lang. Dat is echt Want dat lang. Betekent dat wanneer die stap eindelijk genomen wordt, dat je dus alsnog weer 3 jaar op een minimum moet bijten. Ja. En ik heb dus 2 jaar geleden heb ik getracht. Nee, heb ik niet getracht. Dat heb ik gedaan, gewoon. Eind 2019 heb ik de raad toegesproken. Zo van, moet je luisteren. Dit gebeurt er bij ons in Os en in heel Nederland. Want het is niet alleen Os natuurlijk. Nee. Ik weet dat jullie niks mee kunnen. Dat jullie niks aan kunnen doen. Maar... Ik heb een uitdaging daar neergelegd van, proberen jullie eens met €50 in de week je leven te leven. Onze wethouder Kees van Geffen heeft dat opgepikt. Er zijn er meerdere die hebben dat opgepikt, maar ja, die kregen het niet voor elkaar. Er was één raadslid die zei, Ellie zegt, ik kan hier niet aan meedoen, want ik geef al meer per week uit aan mijn dieren. Nee, het bleek dus paarden te hebben. Oh ja. Ja, dat, je kunt je beesten en je kinderen kun je niet laten leiden onder. Nee, maar ook dat brengt wel al bewustwording teweeg bij iemand. Dat was dus hetgeen wat ik wilde bewerkstelligen. Ja. Dat je dus een bewustwording bij die mensen neerlegt. Kees die heeft het gedaan, die heeft geen vrienden gemaakt thuis. En die heeft inderdaad een week lang voor €50.
En die kwam erachter dat iemand in de minima, dat die niet leeft, maar aan het overleven is. Ja. Want iedere dag, wat ga ik eten? Hoe ga ik het betalen? Wat ga ik doen? Een van de raadsleden die meedeed, die was met 2 dagen de geld al kwijt. Want die maakte de verkeerde keuzes. Die kwam bij de kringloop en dan, oh, dat is goedkoop! Maar nee, dat is niet goedkoop als je 50 euro hebt. En als je dat jaar in jaar uit hebt, dan word je een beetje murf geslagen. En dan, nou ja, laat maar. Ja. Ja. Dus we hebben na die, hij heeft die week in december gedaan, een week voor kerst geloof ik. Net na Sinterklaas, geen idee. In ieder geval, hij heeft het wel gedaan en dat vond ik fantastisch. Ja. En dat in januari, ik had helemaal uitgekeken op hun raadsagenda tot wanneer ze kerstreces hadden. Nou, dat was helemaal fantastisch, want tijdens dat kerstreces had ik zoiets van, jongens, jullie zijn de mijne en we gaan dit evalueren. We hebben hier in de Ruwaard hebben we een wijk van de huis. Nee, een huis van de wijk, sorry. Ja. Gos. Andersom. Andersom. Daar heb ik de raadsleden, de wethouders, heb ik daar uitgenodigd. Maar daar heb ik ook de ervaringsdeskundigen heb ik uitgenodigd. Ja. We hadden een volle huiskamer. En er kwamen gesprekken, geweldig. En dan vallen die schellen van die ogen van die raadsleden. Maar dat duurt maar even. En het is zo jammer inderdaad dat we met corona te maken hebben gekregen. Want anders, je moet dat minimaal 1 keer in het half jaar moet je dat gaan doen. En ik had hem bijna een maand geleden met een stuk dat ik weer zou gaan staan. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Maar ik ben wel even benieuwd, want evenementen wat jij noemt. Ja. Ik heb gehoord dat jij soepheks bent. Wat is dat? Ik mag op een evenement ik ben berucht door mijn soep. Dus ja, ik kook op evenementen. Ik ben lid van een middeleeuwse groep. En ik kook op open vuur. Ik doe middeleeuws koken. Vandaar dat ik me hier helemaal thuis voel. Ja. Ik heb echt zoiets, oh, ik wil hier wonen. Dit is mijn stek. Leuk. Ja. Ja, middeleeuws is het hier niet, maar wel oud inderdaad. Het is uit 1888, ja. Dit woonhuis. Nou, dat. En ik zag volgens mij, want ik moest natuurlijk even weten wie ik voor me had. Ik dacht, ik ga even googlen. En toen zag ik volgens mij ook zo'n middeleeuwse jurk in. Het is gewoon helemaal. Dat is mijn ceremoniële jurk. Ik doe mensen trouwen. En niet alleen gewoon normaal trouwen, wettig trouwen. Ik doe ze ook op een Keltische manier trouwen. Oh. Dat noemen we handvasten. En als je dan goed gekeken hebt, dan zie je op mijn logo zijn 2 handen zo bij elkaar gebonden. Die worden met linten, word je dan verbonden. Ja. En in vroeger tijden was dat een hele normale manier, was ook wettig op dat moment. En de knoop die er in die linten werd gelegd, het waren vaak natuurlijk huwelijken die bij elkaar, jij hebt een dochter, ik heb een zoon, nou huppakee, gooi het zootje bij elkaar, zie maar wat er komt. Nou, dat was heel erg leuk. Maar ja, weet je veel of die mensen van je houden? Of je... Nou, dan deden ze dat dus met dat handvasten. En de knoop die er dan in die linten werd gelegd, dat was eigenlijk de handtekening. Je vraagt ook altijd aan het bruidspaar. Ja. Of ze daar zijn uit vrije wil. Nu is het natuurlijk heel iets anders. Maar toen was het toch wel een dingetje. Kijk. Nee, want vertel eens even wat je intussen aan het maken bent. Ik ben een of ander raar poppetje aan het maken. Geen idee, een smiley. Oké. Okay. Geen idee. Wordt een mens zonder benen. Oké, okay. Anders past hij niet meer in zijn huis. Anders past hij niet meer in zijn huis. Nee, nee. Ja. Nou ja, als je bijna zover bent inderdaad, dan moeten we ons blistertje gewoon gaan inrichten, denk ik. En, o jeetje, dat moet ook nog even. En een beetje een naam geven. Ook nog? Ook nog. Oh herm, je krijgt een naam. Nee jongen, hoppakee. Zo, kijk. Ik krijg gewoon zo beentjes. Ik vind het wel gezellig. Zo.
Nee, dat moet wel gelijk, want anders dan loop je scheef. 1, 2, hoppa, kijk. Beetje dik buikje, maar dat maakt niet uit, heb ik ook. Nou, ik ga eens even kijken of mijn fruitmand een beetje... Jij maakt een fruitmand. En ik maak gewoon een smiley. Gewoon. Moet ik dat erop schrijven? Jouw naam. Wie is de naam? Echt niet. Nee. Kijk. Ja. Ik heb een fruitmandje gemaakt. Fruitig. Gekregen van die banaan net. Ja. Nou, dat. De rest nog. Ook nog even een appel en een... Nou, twee appels en een sinaasappel. Nou, een goed gevuld fruitmandje. Ja. Ja. Dankjewel. Graag leuk gedaan. Om je te ontmoeten zo. Ja. Want we kunnen nog uren kletsen. Je weet niet wat je van tevoren moet verwachten. Dus je gaat er heel gek in. En heel open ga je erin. Ik vond het helemaal geweldig. En ik zou het heel erg leuk vinden als mijn kunstwerk een plekje mag krijgen in de wc hier. Ja, dat. Dus ja, ik vond het heel leerzaam, heel leuk. Ja. Ja, heel leuk om Ellie te ontmoeten. Ik kende haar nog helemaal niet en ze heeft een heel bijzonder verhaal te vertellen. Ook iets wat ja, urgent is, echt belangrijk om te horen en mensen weer even, mensen de aandacht aan gaan geven weer. En ook gewoon een heel leuk en gezellig mens om samen mee te knutselen en te horen wat zij zoal doet en interessant vindt. Dus, een hele leuke ontmoeting. Ja, ik hoop echt dat we Ellie vaker hier in het museum terugzien.